Hallo, ik hoop dat jullie mij een beetje goed kunnen zien. Ik zit voor het raam. Dat zal ik even laten zien. Kijk, en dit is mijn statief op dit moment. Maar ik zit voor het raam. En ik zie wel de weerspiegeling in mijn raam. Maar het zal wel goed zijn. Goed, zoals jullie misschien wel konden zien, heb ik weer een nieuwe Glossy Box. Mijn vriend was erg nieuwsgierig. Dus genieuws. Nieuwsgierig, dus die heeft alles opengemaakt. Maar goed, dat geeft niet. Dus die heeft even op het kaartje gelezen wat er allemaal in zit. Ik weet nog van niks. En ik wilde eigenlijk ook de. Hoe heet die dingen? De video's kijken op YouTube. Maar ik heb mijn. Ik heb me tegengehouden. Ik kwam even niet meer op het woord. Hij is gewoon weer roze, like always. En ik wist wel dat dit voor de eenjarig bestaan van Glossybox was. Dus gefeliciteerd, Glossybox. En ik wist dat het thema zou worden. En dat is inderdaad ook zo. Ook zo. Als je hem opent, ziet hij er heel anders uit dan gewoonlijk. Het strikje, daar staat Anniversary Box op. En het papiertje is. Ja, met leuke. Even kijken of je het kan zien. Oh jeetje. Met leuke. Ja, tekeningetjes. Ga ik hem openmaken. Ik ben echt zo benieuwd. Ik ga nog niet op het kaartje kijken. Wat ik wel ga doen is. Even achterop lezen wat er staat. Nou, het gaat dat het over de Anniversary Box gaat. En dat is in de feestmaand niet te ontbreken. Een box met is in een speciale uitvoering voor exclusieve beauty cadeautjes. Waar jullie hopelijk net zo blij mee zijn als wij. Glossybox geeft via www.glossybox.nl/magazine allemaal leuke dingetjes weg. Dus ga daar even op kijken. Ik zal de link even hieronder plaatsen. En ik ben heel benieuwd wat er allemaal in zit. Wat ik als allereerste zie is deze. Die staat er bovenop. En dit is van Anatomicals. Ik kan dat nog steeds niet uitspreken. Farewell the Scarlet Pimpel. Deep Cleansing Matte Mask. Nou, dat is altijd fijn. Dus die ga ik lekker vanavond uittesten. Dat is één. Dat was volgens mij ook een van de producten. Daar had ik het over. Kijk. Misschien kan je hem nu wat beter zien. Hij ziet er echt heel leuk uit. Of het stickertje is ook anders dan gewoon. Daar staat One op. En ik ga hem openmaken. Dat doe ik even buiten de camera om, maar dat moet even. Tadaa! En wat ik zie is dit. En wat is dit? Ik zie dit. En dit is alsjeblieft met liefst van Sabon. En dit is een waardebon van €5. Deze mag ingeleverd worden bij een minimale besteding van €25. En is tot 31 december 2013 geldig. Dus als je een cadeautje of zo wil kopen voor iemand bij Sabon. En je hebt de Glossy Box. Heel heel handig. Dat is één. Dit is dan wat erin zit. Oh, ik ben nou al blij met alles wat erin zit. Tada! Oké, dan zit er dit bij. Dit is een 24-hour skin balancing. Conditionerend, beschermend, hydraterend, weerstandverhogend, kalmerend, ontstekingremmend, normaliserend. Wow! Deze. En dit hoort volgens mij bij een product. Maar ik ga gewoon lekker rustig aan beginnen. En ik pak. Wow! Ik pak dit. Dit. Wat is dit? Wat is dit? Dit is Awapui. Ik denk dat je het waarschijnlijk niet zou kunnen lezen. Ik ga wel proberen om in te zoomen, jongens. Want ik blijf gewoon proberen. Maar. Dit is hem. Wat moet dit voorstellen? Styling treatment oil. Het zit in zo'n flaconnetje. Ultra light silky. Ik denk dus dat dit gewoon een product is om je haar mee te stylen. Ik moet even kijken.
maar ik ben het kwijt. Ja, Paul Mitchell. Wild Ginger Styling Treatment Oil. Deze lichte olie maakt droog haar soepel en bestaat uit natuurlijke oliën. Vocht inbrengende awapui extracten. Ik heb geen idee wat awapui is, maar ik ga even op zoek. Voordat ik hier een... ik zal jullie trouwens een beetje uitzoomen. Oh! Oké. Okay. Voordat ik hier een review over ga maken. Trek snel in en geef het haar soepele structuur met een briljante glans. Ik heb hier een flesje van 25 ml, wat nog best veel is. En de adviesprijs voor 100 ml is €32,95. Dus deze zal wel, dat is een kwart van de prijs. Nou, reken even uit. €32,95 gedeeld door 4. Ik ben niet zo goed in rekenen, maar reken maar uit. Ja, ik vind het heel handig. Ik heb krullend haar en ik heb altijd... Ah, er zit iets in mijn oog. Oké. Ik heb altijd wel behoefte aan iets wat mijn haar goed voedt. Dus dit is perfect. Dan. Oh, alles valt uit mijn handen vandaag, jongens. Zie ik hier. En dit was het foldertje al aangaf, deze. Is dit het cremmetje? Hanna.nl. En het is een Nederlands merk, zie ik. Dat is volgens mij van de Hanna behandelingen, dacht ik. En hier staat de 24-hour skin balancing cream van Hanna werkt als een rijke en intensieve conditioner voor de huid. De zijdezachte formule brengt de huid optimaal in balans en voorziet deze van directe voeding. Hydratatie, regeneratie en een mooie natuurlijke glans. Dus dit is gewoon een dagcremetje. Ik heb hier een sample, een full size. Want deze zijn verkrijgbaar vanaf 10 ml. En dit is 10 ml. Ik denk niet dat je het kan lezen. Want hè, stel je voor dat je het zou kunnen lezen. Oh. Nee. Ik zie het nou al gefocust. Okay. 10 ml. Maar ja. Het is dus een full size. Want ze zijn al verkrijgbaar vanaf 10 ml. Heeft zo'n mooi lipglossje. Toetje. En deze is €9. Dus dit is een full size product voor €9. Dan. Zit een full size van Sabon erin. Dat vind ik echt heel leuk. Deze is €12. Dus eigenlijk heb je hiermee al bijna je glossy box eruit. Samen met die Hanna crème heb je eigenlijk je glossy box er al lang en breed uit. Dit is een heerlijke lichte patchouli lavender vanille crème. Die de handen voelbaar verzorgt en geen vettig laagje achterlaat. Trekt direct in en is geschikt voor alle huidtypes. Dus een handcreme. En perfect voor deze weersomstandigheden. Want het is nu koud en dat soort dingen. En ik vind tubetjes van Sabon altijd erg leuk eruitzien. Ik heb eigenlijk nog nooit iets van Sabon uitgeprobeerd. Maar heel klassiek en heel netjes ook. En dit is dan wat erop staat. Oh jezus, jongens. Dit is wat erop staat. Je zal het waarschijnlijk niet kunnen lezen. Hoop ik. Ik hoop van wel eigenlijk. Maar het enige wat er gewoon op staat is handcream. Based on natural ingredients. En ik ga eens even kijken of ik wat... Hij ruikt erg lekker. Ik ruik het nu al. Hij ruikt echt goed. Dus ik ben eigenlijk ook wel blij met deze. Ja, ik was heel blij toen die glossy box binnenkwam vanmiddag. Want ik heb er heel lang op gewacht. Dan zitten er nog twee dingen in, zie ik. Nou ja, buiten dit is een extraatje. Dus deze tellen we ook gewoon mee. Maar die is gratis. Of tenminste, gratis. Hij is €2, de full size. Dan zie ik iets van... Suva of Soeva of hoe je het. Dit is een Duits merk, een Duits make-up merk. En ik wilde hier toen vroeger altijd die 88 palette van kopen, weet je wel. Die zijn daar heel bekend, daar zijn ze heel bekend van. Maar ik kreeg eigenlijk nooit de kans. Maar nu hebben we dus de Pure Glam Pigment Terra di Siena. Geef die. Oké.
kan hem wel openen, want er zit zo'n laagje op. Terra di Siena. Dit is 1,1 gram. Het is een kleur die ik heel persoonlijk niet zelf draag. Want het is een rood-oranje kleur. En ik weet ook echt niet of die goed zal oppikken. Maar treur niet. Er komen straks gelijk naar dit filmpje. Of eigenlijk voor dit filmpje al. Want terwijl het filmpje aan het uploaden is, ga ik het alvast doen. Komen er foto's online op mijn website. En die kan je dan gewoon bekijken. En even kijken of het nog lukt om jullie tenminste de kleur te laten zien. Hij is een beetje rood. Rood-oranje. Zoals ik al zei, het is niet echt een kleur die ik normaal gesproken zou dragen. Maar ik wil hem natuurlijk wel gaan uittesten. Het is een loose. Het is gewoon een pigmentje. Ik ben heel benieuwd hierna. En dit is ook gewoon een full size. En deze is €3,80. Dus sowieso is Soeva of Soeva, maakt niet uit, is gewoon heel betaalbaar verder. Maar wel leuk dat we dan zoiets in onze plusjebox krijgen. En dan alweer het allerlaatste product. Ik vind ik altijd zo jammer. Dit is een eyeliner. En deze is van Fashion Makeup. Ik zal trouwens nog even lezen, of voorlezen wat er qua het losse oogschaduwpoeder bij staat. Deze losse oogschaduwpoeder van puur minerale pigmenten met een zeer hoge kleurintensiteit accentueert op magische wijze de ogen. Dan hebben we deze. Dit is ook een full size. Deze is €5. En dit is hier staat: met deze liquid eyeliner wordt op een gemakkelijke wijze een intense look gecreëerd. Daarnaast is de eyeliner droog in een oogwenk. Dat is altijd erg fijn. Ik vraag me eigenlijk een beetje af. Oh, ik kan hem gewoon open draaien. Want eigenlijk wil ik hem gewoon even. Oké. Het puntje van deze eyeliner. En ik zal mezelf een beetje. Ik kijk even over jullie heen. Maar ik hoop echt zo dat jullie het kunnen zien. Bij sommige eyeliners heb je echt zo'n kwastje. Bij deze is hij gewoon stijf. En ik zal even kijken of ik een. Hij is redelijk. Ik vind hem redelijk. Ja, hij is. Ik moet hem natuurlijk ook gewoon goed uittesten. En een swatch op je hand is gewoon niet echt betrouwbaar altijd. Maar het geeft wel een iets weer van hoe het product is. En dit was hem alweer. Helaas. Verder zitten alleen maar frutsels in. En als ik een beetje grof ga rekenen. Dus een beetje op grote getalen. Waarom moet ik mezelf doen? Oké. Dan hebben we de handcreme van Sabon. Voor €12. Full size, hè. Dat doe ik nou alleen. De Hanna creme is gewoon een full size potje van 10 ml voor €9. Zitten we op 21. Deze. Het oogschaduwtje is €3,80. Dus dan zitten we op, wat zei ik nou? 12. En 9 is 21. €24,80. De eyeliner is €5. Is €29,80. Deze is. Deze tellen we even niet mee. Maar nou, een eurotje misschien of 8, 9. Dus dan zullen we ook wel zitten over de €30. Laten we zeggen dat we met deze erbij op een eurotje of 35 komen. En de blushpoes kost zelf €15. Dus je hebt €20 winst. Als je niet weet hoe je bij je Glossybox aan kan sluiten. Dan wil ik je aanraden om even naar hun website te gaan. www.glossybox.nl. Zal ik hieronder ook even linken. En dan krijg je gewoon elke maand lekker zo'n box in huis. En je kan het maandelijks opzeggen. Dus het is perfect ook als je denkt van ik weet het niet. Dan kan je het altijd één keer uitproberen. En dan krijg je zo'n lekkere gevulde box thuis. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie alles goed hebben kunnen zien. Omdat ik ook geen spiegel erachter heb geplaatst ofzo. En ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En alle
sorry, close-up foto's komen op mijn website zometeen. Kan je een artikeltje over vinden. En daar zal ik ook even een linkje van plaatsen in de description bar hieronder. En dan zie ik je heel graag weer terug bij een volgend filmpje. Doeg!